Kijk, die leeuw. Of ja, ik weet niet eigenlijk wat het is. Een tijger. Een tijger. Een soort. Een klein soort tijgertje heeft het heen en weer. Yo, 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 dit is Boostaflex op je beeldscherm vanuit Valencia. We zijn hier bij Biopark Zoo. We gaan hier heel veel dieren zien, daarom is het ook een dierenpark. We liepen nu net over een hartstikke mooie brug. We gaan foto's maken, we gaan veel filmpjes maken, dus hou het allemaal in de gaten. Het lijkt net dat hij stil staat, maar hij beweegt toch. We waren net eventjes de hyena aan het zoeken, maar als je goed kijkt, helemaal van boven daar zit hij. Nou, helemaal van boven. Zie je hem of zie je hem niet? We zijn nu in een soort grot. Ja, hier hebben we de beesten die 's nachts wakker zijn. Dus we hebben hier de slang. Dus hier kan je ratten, muizen, vleermuizen, dat kan je hier allemaal vinden. Het volgende beest is een hert. Dan gaan we nu over naar de zebra's en de giraffen, de giraffen. En daar is de giraf. Van voor heb je de zebra en van achter heb je de giraf. De bevers. De bevers, kijk! Daarop, op de steen, op de rots. Het moment waar we op hebben gewacht. We hebben tekenfilms ervan. Er komt nou een echte film van uit. De leeuw, de lion, you know, the lion. Ik hoop dat die er is. We zoeken nog steeds naar de leeuw. Maar... nog niet gevonden. Zoveel plekken, zoveel bezichtigingen om de leeuw te zien met zijn prachtige manen. Maar ik denk dat hij binnen zit. Ik weet het niet. Het volgende beest, en dat vinden wij altijd leuk, de olifant. De grote olifant met zijn snijtanden. Ivoor. Heet dat. De beesten zijn benieuwd. Wat zijn dat nou? Ze willen weten wie dat zijn. Ze willen weten wat het zijn. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En dat wist ik eigenlijk niet. Dat je ook verschillende olifanten hebt. Ik laat het je even zien. Die. Die. De Pelusia. De Agua, Hermania, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Amana, hier van onder. De Pang, en die kennen we. Die draait nu al een tijdje in de bioscoop. Een Disney film, we weten het. Dumbo, met zijn hele grote oren. Dames en heren, waar we nu terecht zijn gekomen. Hier heb je een prachtig grasveld. En hier heb je tribunes. Hier heb je roofvogelshows of andere shows. Die kan je hier beleven. Het is een drukte van je welste. Het zijn allemaal kinderen. Wat we nu zien is Madagascar. Dus dan gaan we eventjes naar binnen. Dan gaan we even kijken wat er te zien is. Kook! Beesten. Hele mooie vogels. We gaan eventjes verder kijken, dames en heren. Ik laat het jullie allemaal zien. Kijk, daar hebben we de pelikaan en daar hebben we de flamingo. Ik dacht dat we naar de apen gingen, maar ik heb me dus vergist. Kijk. Daar hebben we ze hoor. Een van de eerste aapjes. Die we nu zien, zeg maar. Lekker genieten van het zonnetje. Goed zo, jongens.
zit ik hier eerst zo naar te kijken. En dan verwacht ik dat ze hier zijn. Maar je moet verder kijken dan je neus lang is, want hier zijn ze. Ze zitten gewoon in de bomen. Zie je ze? Kijk, er beweegt er eentje. Kijk. Hoppa. En die gaan naar de volgende, denk ik, hoor. En de anderen lopen te slapen. Kijk, deze beweegt. Zie je, zie je, zie je, kijk. Nu gaan we weer door een deur. Ik denk een beetje de geschiedenis van de beesten. Van de vogels en van de aapjes. Kijk, die leeuw. Of ja, ik weet niet eigenlijk wat het is. Een tijger. Een klein soort tijgertje heeft het heen en weer. Hij loopt continu heen en weer. Kijk, hetzelfde paadje. Gaan we over naar het volgende dier. De bison. Nog eentje. Zo, wat een grote horens heeft hij op zijn hoofd. We zijn dus nu bij de krokodil. Ik zat eerst te denken, is het nou een standbeeld? Maar het is geen standbeeld, want ik zag het aan de ogen. Zijn mond open, hè? Misschien kan je het aan de oogjes zien. Dames en heren, nu ben ik super blij. Eindelijk. Het is niet de leeuw waar ik heel lang op heb gewacht. Maar het is de gorilla. Zou ik die nou te slapen? Wat een groot beest, hè. Wat een groot beest. Het is niet de gorilla die we net hebben gezien. Deze is veel kleiner. Ik kwam af wat hij aan het doen is. Hij kijkt naar boven. Leuk, man. Dames en heren, dat vind ik wel een heel mooi beeld. Kijk, die grote balk daar van boven. En al die mensen, dat vind ik wel grappig. Maar hier zie je de chimpansees. Daar in het donker. Kijk daar. En daar is er ook eentje verstopt. Ja, onder de boom. We hebben dus niet de leeuw gevonden. Eigenlijk gewoon nog steeds niet. Maar wel twee andere beesten. Dus we hebben net een klein leeuwtje gevonden. Maar nu zien we hier de cheetah. Ja, ja, joh, hij legt, hij is wakker. Kijk daar. Een beetje te dutten. Dus zijn oogjes een beetje open. Daar ligt er eentje te slapen. Ik denk dat er drie waren. Eén. Ja, we zijn nu eventjes in een shop bij Biopark. Biopark shopcentrum, zeg maar. Hartstikke leuk. Allemaal verschillende knuffeltjes, drinken, boterhamtrommels, van alles. Yo, 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 dames en heren. Hier zijn we begonnen. En hier eindigen we ook weer bij deze brug. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hartstikke leuke vlog weer. Vlog 41. Ja man, we gaan super lekker. Vlog 41. Dus vanuit Valencia. Een hele mooie grote dierentuin.